Franse kanaalzone waren ooit meer dan 20 bioscopen. Nu blijft er alleen nog de Ritz in Ertvelde van de Pool Jan Oskarczak en zijn vrouw Clara. De vorige uitbater van de bioscoop was iemand uit Ganshoorn. Op een gegeven dag kreeg hij aangetekend schrijven van zijn erfgenote. Ze stelde hem ultimatum. Als hij binnen een maand de cinema niet kon verkopen, dan ging ze van hem scheiden. Ja, en die man was natuurlijk zijn kluts kwijt. En hij kwam bij mij roepen en doen, Jan, toe, help mij, red mij. En ja, ik heb mij over die man ontfermd en ik heb zijn leven gered waarschijnlijk. Ik heb de cinema overgenomen. Pas op, pas op, pas op. Goedenavond, mannen. Jo. Kom maar binnen, het spektakel gaat beginnen. We hadden geen kinderen gehad. En mijn bedoeling was niet om een fortune te verdienen, maar mijn betrachting was om te overleven. Niet dat ik zoveel kende van het beroep. Ik was wel zeer goed technisch onderlegd. Alleen had ik een vriend die mij films meebracht van Brussel, omdat ik in eerste nog in fabrieken werkte. Ik kon naar Brussel niet rijden om de films in. Ik bracht mijn films. En dan, ik monteerde de film zelf, controleren, monteren en dan proefdraaien. En dan begon ik de apparatuur een beetje te vernieuwen, te veranderen. En zo heb ik gezegd, dat kan niet meer zijn hier met oude banken. Ik moet hier ook een beetje comfort doen. Ik had het moderniseren, ik had hier zetels. Plaatsen, maar met veel meer ruimte. En dat heeft natuurlijk indruk gemaakt. Ik dulde geen lawaai of geen storingen van soms jonge delinquenten, als ze zich niet wilden gedragen, onmiddellijk buiten. Ik ben vrij jong naar de cinema gekomen. Ik denk van, voor zover ik me herinner, van mijn negende, tiende jaar af. Dus ik ben in 50 geboren, zo vanaf 60 tot 67 kwam ik wekelijks naar de cinema. Bioscoop had toch iets van een andere wereld, hè? Die u toonde dat er iets anders was dan het milieu of de plek van waar je vandaan kwam. Maar wat mij altijd zeer is bijgebleven, dat klinkt nu zo gek, hè? Die zee die uit die golven die uit elkaar gingen om Mozes door de Rode Zee te laten. The sea with the blast of his nostrils. En ondanks het feit dat hij ongetwijfeld een degelijke katholieke Pool was en is, had hij toch iets vreemd, ook iets van de rebel in zich. Dat was iemand die durf zeggen waarop het stond en die niet zomaar een meeloper was. Ik mocht er natuurlijk ook niet spelen wat ik wil. Een van mijn belevenissen was. Ik wou de film spelen van BB. Brigitte Bardot, dat was dan de succes. En de film heet La Vérité. Nu, ik heb die film geannonceerd. Maar in ogen alle van onze bestuurders en kerkvaders was waarschijnlijk Brigitte het symbool van duivel.
Ze gaan mij de film verboden. Amai, amai, amai. Ik zei, wat doen? Ik had onmiddellijk naar Brussel gebeld en ik heb er ook natuurlijk programmateur gehad. En die hebben gezegd, toe geld met ze. Maar luister een keer, zei, liefste, een film die 10 keer slechter is dan je Brigitte. Ja, ik heb een film gekregen, herinner mij nog zeer goed, met Melina Mercury. Nooit op zondag. Dat was een echt een pikante film. En ben ik dan van de fabriek naar huis gekomen en ik heb zo een grote bord like in school genomen. En ik schreef op, opgelet, op aandringen van de kerkelijke overheid, geeft de burgerlijke overheid de waarheid, met letters like de koen opgeschreven, verboden. In vervolg geen waarheid meer in Erdvelde. En nooit op zondag, komt in de plaats. Ένα δύο και τρία και τέσσερα φίλια που φτάνουν στο λιμάνι ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά πως ήθελα να έχω ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά πως θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβέντες για χάρη του Φύρια. We zijn hier een kleine 20 kilometer van Gent, maar het moet toch indachtig zijn dat er 30 jaar geleden was die 20 kilometer veel verder dan nu. En het feit dat Jan hier, en dat moet wel gezegd zijn, heeft altijd zijn best voor gedaan om zo snel mogelijk films van de grote verdeelhuizen, van een kopij te krijgen, van de films van grote verdeelhuizen. Dat was niet evident voor een kleine dorpscinema. Ik zou u een geheim verklappen die bijna niet te geloven is en toch is waar. Dus in mijn boekje staan er toch etelijke duizenden films. Ja, dat was een groot succes. Een van de mooiste films die ik zo die mij herinneren, die ik dan wel gedraaid had voor mijn eigen, dat was wel Dr. Zhivago en Gejaagd door de Wind. Dan heb ik de zaal gesloten en ik heb de film gespeeld voor mij alleen. Ik heb betaald ook. Gaat u nog een nieuw boekje beginnen? Nee. Boekje vol, een sprookje is uit.